Het is woensdagochtend. Deel 3 van de LM Zomertour is aangebroken. Na het ontbijt willen Jasper en Albert snel door. Maar ja, dan rijdt Erik-Jan Rampen nog even zijn Hannemacht naar buiten. En vertrekken zonder dat gastvrouw Carina en gastheer Erik-Jan een rondje op de JCB hebben gemaakt, dat kan natuurlijk ook niet. Nee, ik denk het niet. En hup, door naar het trekkersveld bij Zeewolde. Hey Jasper, wat doe je daar nou? Ja, doe maar net alsof ik het niet gezien heb. Wat staat er vandaag op de planning? We gaan naar BV Erf. Dat is de grootste biologische boer van Nederland. En waar ik met name benieuwd naar ben, van hoe hou je zo'n oppervlakte schoon zonder chemie. Kijk, we hebben een onderscheid in BVRF, dat is het biologische. Ja. En convention is het gangbare deel. Oh, ja. Rondlopen bij BVRF is voor Jasper en Albert alsof ze door een snoepwinkel lopen. BVRF heeft dit jaar ruim 2100 hectare onder de ploeg. De belangrijkste gewassen zijn aardappelen, conserveerterwten, luzerne, uien en wortelen. En oh ja, de voormalige Rijksdienst dorst ook nog een keer 148 hectare tarwe. We zijn aan het eggen. We zijn de erwten aan het eggen. Ruim 1850 hectare wordt biologisch beteeld en dat betekent veel aandacht voor mechanische onkruidbestrijding. We staan hier op een aardappelperceel van BV Erf, vlakbij Lelystad. En jullie hebben hier een nieuwe manier van poten. Ja, we hebben hier dus geplant met een all-in-one planter, dus met een volle veldsvrees, multiveter. Een gelijke pootmachine erachteraan met de aanhaardkappen. We hebben ook zeker voor de biologische teelt een groot nadeel en dat is dat in de tussentijd ook vrij veel onkruid kan groeien. Dus daarom zijn we er toe over gegaan om het onkruid wat er staat volledig af te branden. De zon schijnt en de weg is recht. Wat wil je nog meer? Gas erop jongens, op naar het landbouwmechanisatiebedrijf Wevers op het trekkersveld. Hey, rustig, zo snel hoeft nou ook weer niet. Ja, de boetes zijn voor jullie hoor. Ha, lekker, koffie en een goed gesprek natuurlijk. Anderhalf jaar geleden brandde landbouwmechanisatiebedrijf Wevers tot de grond toe af. Maar er is ook goed nieuws. Het bedrijf heeft 3 maanden geleden een nagelnieuw pand betrokken. En wat voor een. En dan snel door naar onze nieuwe gastheer voor deze nacht. Akkerbouwer en loonwerker Marco van Beem uit Zeewolde. Wat hij allemaal in de schuur heeft staan, dat zien we volgende keer. Nu eerst even aandacht voor de liefhebberijen van zoon Mika. Hij heeft een gezellige keet, maar nog spectaculairder, hij kan quad rijden. Dit belooft nog een lange avond te worden. Hebben we daar dan helemaal geen beelden van?